Zoals je ziet doen wij hier vandaag een dry run, zoals dat noemt. Dus het is een oefening waarbij we een aantal mensen hebben uitgenodigd die eens een keer door onze vaccinatiestraat gaan en ons wijzen waar dat eventueel nog kleine dingetjes moeten bijgepast, aangepast worden. Ja, we hadden vandaag een extra challenge, want ook het koude weer buiten en de sneeuwval kon daar eigenlijk een mooie test voor zijn. Maar gelukkig zijn er toch heel veel patiënten opgedaagd om vandaag aan de test mee te doen. De bedoeling is van 15 februari inderdaad met het zorgpersoneel van de eerste lijn te starten. Als er vaccins voldoende zijn, voldoende voorhanden zijn, dan denken wij dat op 15 februari hier de eerste patiënten effectief hun eerste spuitje zullen krijgen. Dan 1 maart? De volgende stap is dan, als het zorgpersoneel gevaccineerd is, wachten op de spuitjes voor de 65-plussers. En we vermoeden dat dat 1 maart zal zijn. Welke aantallen ze komen, weten we nog niet. Dat zullen geen grote aantallen zijn, denk ik. Maar alle spuitjes die we binnenkrijgen, die zullen binnen de kortste keren kunnen gezet worden hier. Dank u wel.